Kom op! Rijden met dat ding! Rijden met dat ding! Kom op! Kom op! Fuck you! Fuck you! Ah, we're bijna down! Fuck! Kom op! Juist! Kijk, dat willen we hebben! Yo mensen, mijn naam is Devin en je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag spelen wij Star Wars Battlefront, de Dead Star DLC, die op het moment van opnemen net is uitgekomen. En het is de derde DLC van de vier die gaan uitkomen. Je krijgt in december nog, Rock You One Scar Riff of zoiets. Heeft te maken met de nieuwe film die uitkomt. Daarbij komt ook meteen die VR-zooi erbij, die ik al heb getest trouwens. Super ziek. Dus naar die DLC kijk ik heel erg uit, vooral door de VR, ik dan. Voor de rest weten we daar nog helemaal niks van. Maar nu eerst hebben we de Dead Star DLC. En de Dead Star DLC is echt super dope. Het ziet er ziek uit. Je ziet het nu al rechts achterin de Dead Star. We spelen de nieuwe game modus Battle Station. We zijn de Rebels. Wat we moeten doen. Er zijn drie stages. That's no moon. Hey, trofee. Leuk. Altijd leuk. In ieder geval, er zijn drie stages. We zijn nu in de eerste stage. We moeten de Star Destroyer neerhalen. Zoals je nu al ziet, zeg maar. Het beveiligingssysteem kapot krijgen, vervolgens de Star Destroyer echt neerhalen. Kaboom! Oh, een beetje dubbel. Wow, TIE Defender, holy shit. Dat zag er heftig uit. Vervolgens moet je R2-D2 uit de andere Star Destroyer halen. En ik zie hier een Nero pick-up. We need to clear a path for our Y-wings. Hey, leuk, Hero pick-up. Even kijken, wat gaan we doen? Oh, de Red 5 is al in gebruik. Dan worden wij gewoon de Millennium Falcon. Maakt niet uit. Fucking dope. Je gaat in stage 2 R2-D2 bevrijden. En daarna in stage 3 de Dead Star echt kapot maken. Ik heb al een potje Rebel gespeeld. En daar hebben we gewonnen. Dus het is echt mogelijk om de Rebels ook te stoppen. Had ze flats. Die is neer. Nou jij nog. Hoppatee, ook neer. Oh, we kunnen hem neerhalen. Oh, wow! Oké, nee, dat kan dus ook. Oké, focus. We gaan die Star Destroyer even neerhalen. We moeten dat grote ei aan de onderkant nog kapot maken. En dan kunnen we de echte attack beginnen. Kan ik vanaf hier al mitten? I don't know. Maar dat maakt niet uit, met die maat doet het al goed genoeg. Hij is kapot! Reactor! Oké. Oeh, close one. Hoppatee. Door een uitlaatklep van een motor van een kapotte Star Destroyer heen. En jij zit gewoon even lekker daar tegenaan knallen. Goed bezig. Hoppatee! Oh, hij is niet kapot. Dat is wel weer jammer, hè? Target the destroyer subsystems. They're exposed. Interceptor helemaal naar de tering. Volgens mij was hij away from control, hè? Want hij loopt niet echt een andere richting op. Maar goed. Nu moeten we dat middelpunt eerst kapot maken. Dat komt wel goed, ik ben niet boos. Wow. Hoppatee. Over de Star Destroyer heen. Dit is wat we willen. Space battles, helemaal de shit. Fuck. Hoppatee, we gaan het weer kapot maken. Helemaal naar de tering met het schip. Helemaal naar de tering. Hoppatee, iemand knalt er nog tegenaan. Zal waarschijnlijk wel helpen, denkt hij. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in, maar kom maar niet uit. Yo, toedels. Hoppatee. En we gaan weer schieten. Oh, toch niet. Dankjewel. En de Star Destroyer is naar de tering. Hadseflats, daar komen we aan. In de verte zie je hem neergaan.
En nu moeten we R2-D2 gaan bevrijden van de Imperials. Dit ziet eruit als een glitch. Oké, dit had ik vorige keer niet. Hij loopt al heel leuk in de weer. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh, oké, daar zijn we. This is a rescue mission. Our droid has obtained some vital information. Fuck. And we're not leaving it behind. Is kapot. Blast your way to the detention level, secure our droid, and fight your way back here for an extraction. Secure our droid. We gaan R2-D2 bevrijden, jongens. Holy crap, holy crap. Hoppatee. Oh, fuck, fuck, fuck. Oeh. Oeh, dat ging nog maar net goed. Oké, ik ga ook gewoon omlopen. Fuck dit. Oh, dat is niet de enige dat deed hun ook. Oh, eentje uitschakeld, één is onderweg. Oké, onderweg naar R2. R2 geactiveerd. Oké, cool. R2, kom op. Lopen. Oh, ik ben het, joh. Kijk nou, joh. Ik bespeel R2 dan meteen. Ah, oh, dat is vet. Oké, dat is vet. Oké, gaan. Gaan, kom op. Rijden met dat ding. Kom op. Fuck you. Ah, we zijn bijna down. Fuck. Kom op, juist. Kijk, dat willen we hebben. Extraction point, daar moeten we heen, jongens. Whee. Oké, dit is wel echt super vet hoor. Kan ik hier naar beneden? Ja, hier kan ik naar beneden. Kom op, guys, defend me. Defend me, kom op. Kom op. Jongens, defend me. Fucking hell. Hoppatee. Oeh, overheat bonus was niet best. Kut, goed. Ik moet even terug, want ik moet defend worden. Oké, ik zal een beetje schuilen, want dat is denk ik wat ik wil doen. Oké, ik ga. Ja, en we zijn er doorheen. Door naar part 2. Ah, kut, gaan we weer. Kut, het niet goed. Nee, dit is niet goed. Fuck! Break free. Fuck! Oh, oké, dat is niet meteen over. Je kan hem opnieuw activeren. Oké, cool. Zou ik deze jump maken? Ja, die maak ik gewoon. YOLO. Pets. Oh. Dat is nog maar net goed. Activate the droid. Juist, lekker. Waar ben je? Daar ben je. Oh man, het is Darth Vader. Oh, deze shit got real. Oké, wat gaan we hier aan doen? Plan B. Hebben we een plan B? Nee, die hebben we natuurlijk. Wat is het plan? We're suppressed. We need to push the Imperials back and get the droid moving again. Kut. Beter pak voor die droid. Hey, dat was Darth Vader. Oh nee, beter ziet hij me niet. Fuck you! Oh! Teringlaya blijft expres daar omheen staan. Wat een slimme eikel. Was hij maar niet zo slim, maar dat is hij helaas wel. Kut. Ja, handig. Ja, jammer joh. Oké, Darth Vader is dood. Nu hebben we weer kans. Wow, hij maakt een dikke kop erop. Leek of zo. Oké, nu kunnen we weer activeren. Jongens, kom op, push. We hebben nog 40 seconden. Het lijkt alsof ze me kunnen horen, maar ze kunnen me niet horen. Dat is wel weer jammer eigenlijk. Maar... activeer hem! En hij gaat nooit meer lukken. Hij gaat nooit meer lukken. Nee, we zijn failliet. Ja. Nou, geloof me jongens, ik heb er alles aan gedaan. Jullie kijken deze video natuurlijk om het complete plaatje van Battlestage te zien. Dus ik plak er nu even een stage 3'tje achteraan van een ander potje. Komt-ie.
En het is ons dit keer al gelukt. R2-D2 zit in dat schip nu. Hij is bevrijd. En we gaan nu naar de Death Star om hem te laten exploderen. En daar zijn we. Moet je kijken, joh. Het ziet er toch fucking dik uit. Je hebt soort checkpoints en dan ga je op een gegeven moment naar de gat toe. Daar moet hij opknallen, net zoals in de film, zeg maar. En dan ontploft die Death Star. Ik heb het al gespeeld, maar dan als beveiliging. Beveiliging. En ik heb hem al gespeeld als Imperial. Hun zien ook die checkpoints, zeg maar. Dus hun weten waar jij heen moet. Dus dan gaan ze dat natuurlijk defenden. En dat levert toch best wel vette actiescènes op. Ik weet niet of dat nou weer zo gaat. Of dat nou weer zo gaat ervaren, maar het was dat potje behoorlijk vet hoor. Hoppatee. Die is kapot. We've lost the squad going after the exhaust point. Form up for another run. Exhaust point, zo heet dat dus. You're going in. Throttle up. Dive into the trench. Okay. And hit. Red 3 has arrived. Oh. Fighter behind you. Wow. Oh, dat is nog maar net goed. Oké. Okay. Fuck. Natuurlijk moeten ze mij weer niet hebben. Laten we het even weggaan hier. Ja. Oké, okay, goed gedefend van hun dan, maar ja, jammer. Oeh, dubbel op, hier. Hatsenflats, een einde oefening. Ik heb er niks voor kunnen betekenen, maar... Bah! Daar gaat de Death Star. Hebben jullie ook kunnen zien hoe dat eindigt? Bedankt jullie voor het kijken naar deze video. Ik vind de Death Star DLC fucking tof. Heb jij hem? Heb je de Season Pass? Wil je hem proberen? Laat even weten wat jij ervan denkt. Ik ben wel benieuwd. Ben ik de enige die het überhaupt nog speelt of die het tof vindt? Of denk je van, nou ja, die Death Star DLC vind ik ook wel gaaf. Vergeet het video niet te liken, vergeet ook niet te abonneren. En dan check ik jullie de volgende video. Later. Oké. Okay. Yeah.